Het theaterstuk be, Mijn b Bijvrouw gaat vanavond in première in Theater On Stage. Gisteravond heeft het theaterstuk een try-out gehad. Het stuk gaat over het leven van een man met twee vrouwen. Een binnenvrouw en een bij- of buitenvrouw. Volgens Remy Sambo, acteur en regisseur van het stuk, is dit idee twee jaar geleden ontstaan. Nadat hij met de buitenvrouw had gesproken. Hij is toen naar Suriname, Curaçao en Nederland geweest om gesprekken te voeren met buitenvrouwen. Wat Sambo opviel, is dat iedereen bijna het fenomeen buitenvrouw kent. maar dat niemand weet hoe de binnenvrouw zich voelt. Niemand heeft ooit haar stem gehoord, zegt hij. Volgens Sambo wil hij met dit stuk een stem aan de binnenvrouw geven. Samen met Esther Thuisker heeft hij het theaterstuk geschreven. Gaandeweg bedenk je een verhaallijn. En dan gaat zij schrijven. Zij schrijft, stuurt het weer naar mij op. Ik herschrijf, ik schrijf nieuwe scènes bij. En ja, ik had, ik had de structuur al in mijn hoofd. Dus het was eigenlijk een kwestie van uh, uh, de teksten invullen als het ware. En een shockend einde. Een shockend einde die we niet gaan weggeven. Dus mensen moeten vooral komen, maar weet dat je geschokt naar huis gaat. Jury de Jong en Anne Hermelijn, producers van het stuk, hebben ervoor gezorgd dat Mijn Bijvrouw eerst op Curaçao en nu in Suriname gespeeld wordt. Beiden velen het warm aan. De Jong zegt dat zij hiermee gesprekken willen ontketenen over een onderwerp waar men niet graag over praat. Hermelijn vult hem aan en zegt dat het niet alleen om erover praten gaat, maar dat zij ook mooie kunst laten zien. Ook biedt dit de mensen stof tot nadenken. Voorstelling door middel van een theatrale vertolking, vertoning. Willen we mensen aan het praten krijgen? Willen we mensen hier in alle nuances over laten praten? Dus dat is eigenlijk wat we, wat we ook proberen te doen. Het is een maatschappelijk, geëngageerd, uh, theater, een maatschappelijk geëngageerde theatervoorstelling. En we hopen dat er een gesprek op gang komt. Uh, en dat mensen nu door het zien van deze voorstelling meer uh, bereid zijn om te praten over hun. Uh, ja, over, over hun situatie. Uh, en uh, het, is, het is niet alleen zwart of wit. Het, 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 ja, het ligt soms ook net iets genuanceerder dan we aanvankelijk denken. Dat sowieso vind ik het bijzonder dat men in Suriname ook heel mooie kunst uh, ziet. Dus, want dat is het. het is natuurlijk kan je over het verhaal en je kan gaan reflecteren. Maar het is gewoon absoluut mooie kunst. Goede kunst. Uh, dus dat is één reden. En natuurlijk nadenken. En ook een avondje uit. Laten we daar eerlijk over zijn. Aan Hermelijn en daarvoor Jury de Jong, de producers van het theaterstuk Mijn Bijvrouw. Zij hopen dat met dit stuk mensen bereid zijn om over hun situatie te praten. De try-out van Mijn Bijvrouw is gisteravond geweest in Theater On Stage. Het stuk gaat vanavond in première en daarna volgen er nog drie voorstellingen tot aan zondag toe. Hermelijn benadrukt dat er geen extra voorstellingen zijn.